Nou, ik zie jullie straks. Ja, straks. Daar gaan ze. Opstartdag 2009 in Woudenburg. Hey, een stepster. Ja. Wie ben jij en wat doe jij? Nou, ik ben Lissa. Ik ben stepping high level van de Laan uit Woudenburg. En wat gebeurt er hier vandaag? Vandaag is de opstartdag. Dus alle mensen die we een keer willen steppen, die kunnen hier heel veel steppen. Maar steppen is toch iets voor kinderen? Nee, het is voor mensen van 2 tot 100 jaar. Dus iedereen kan het doen. Kijk eens aan. En hoe lang doe jij het nu al? 1,5 jaar. En heb je al prijzen behaald? Ja, ik heb 8 prijzen, 8 bekers en 3 medailles. En ik ben Nederlands kampioen geworden. Nederlands kampioen sprinter steppen? Ja. En waar heb je dat behaald? In Breda. In Breda? Ja. Nou, van harte gefeliciteerd. Nou, dankjewel. En hoe hoog denk je dit jaar te komen? Nou, ik hoop wel dat ik nog op het podium kom, maar het wordt wel moeilijker. Meer concurrentie dus. Oké. Okay. Ja. En waarom is steppen zo gezond? Nou ja, het is gewoon hartstikke leuk en wat voor weer het ook maar is, je kan het altijd doen. En, het is goed voor je conditie? Ja, heel goed. Oké, okay. Dankjewel. Even interviewen? Ja, zeker. Mij? Ja. Wat wil jij maar vragen dan? Nou, ik wil graag weten. Ben je ook een fanatieke stepper? Nee. Nee? Nee. Waarom nu dan wel op de step? Ik ben gedwongen. Wat? Ik ben gedwongen. Ja, gedwongen door wie? Door Stefan. Ah, Stefan wel Bouwman. Nee. Ja. Wel nee, het is toch een schitterende sport? Ja, nee, ik vind het ook hartstikke leuk om te doen. Ja. Ja. En blijf je het ook doen? Nou, dat weet ik niet. Het laatste was op mijn 11e, denk ik, of zo. Dus, maar ik vind het leuk om te zien. En, ja, zeg ik ben nu gedwongen. Dus ik, je bent gedwongen. Maar je vindt het wel leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Ah, ja, okay. Ja. Dus het dwingen, dat valt ook wel mee. Een beetje jeugdsentiment is dit, hè? Ja, 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 goed. Het is voor wat voor Mario niet meer zijn. Dat is puur intensieve sport natuurlijk. Maar ja. Ja, voor mij is dat het wel. Het schijnt goed voor de conditie te zijn, hoorde ik. Ja, dat kan je ook wel zien. Ja, ja, precies. Dat is jaren geleden dat ik het gedaan heb. Kleed ook af, hè, zoals spreek je. Ja, vroeger raak ik een pyjama met 1 streep, maar dat is niet meer, hè? Nee. Maar we gaan er even een mensje over maken. Stop je mij gewoon. Bedankt, hè. Mario Reijnen, coach van Steptien High Level uit Woudenburg. Hoe was de opstepdag vandaag? Ondanks dat het weer wat slechter was, was de opkomst redelijk goed. Een hoop mensen hebben toch stukjes gestept en komen terug voor een vervolg om een keer een uurtje of 2 mee te steppen. Recreatief steppen? Ja, recreatief steppen en misschien wel wedstrijden, ik weet het niet. Er waren een paar 4 leuke dames uit Bennekom die de leeftijd hebben om nog te beginnen met steppen, zeg maar. Nou, hebben jullie vorig jaar behoorlijk het nieuws gehaald. Een paar dames WK gehaald in Kampen. Wat zijn de activiteiten voor het komend jaar? Nou, je wil altijd weer wat verder. Dus we hebben in Nederland heel veel gewonnen. Bijna alle NAF-cups. Van de pupillen van Melissa tot de senioren van de dames. Dus we gaan nu een stapje verder. Nu gaan we ook de Eurocup steppen. We gaan het buitenland in. We gaan naar sowieso het EK in Tsjechië, in Pils in Tsjechië doen. Dan gaan we ook nog naar Italië. We gaan naar Duitsland. En als het ook nog nodig mocht zijn, gaan we ook nog naar Wales. Om daar te steppen. Maar dat hangt er vanaf of we daar nog de punten voor de Eurocup nog nodig hebben. Houdt het in dat jullie niet in Nederland steppen dan? Jazeker. De Nederlandse NAF Cup of de Kickbike Cup, hoe die tegenwoordig heet, gaan we ook natuurlijk weer proberen te winnen. Dat vast wel lukken vast? Nou, dat weet je nooit. Ja, jullie team kennen er? Nou ja, we gaan ons best doen. Meer kan je niet, hè? Met een coach als jij? Moet lukken. Ja. Dankjewel. Dat zeg jij.
Graag gedaan. Hoe was het? Leuk. Ja? Ja. Ga je het vaker doen? Nou, als ik het geld ervoor heb of zo'n ding heb, dan doe ik het wel. Oké. Even. Het ziet er niet uit als Step 10 High Level. Nee, klopt. Van welke club ben je dan? Step 10 Gevloerd. Gevloerd? Ja. Oh, wacht eens even. Die heb ik mee. Ja, vertel. Vertel. Wat uit welke plaats? Waar kom je vandaan? Schagen. Ben je wel met de step uit Schagen vandaag gekomen? Nee, met de auto. Ja, ja. Dus zouden eventjes komen vandaag en we trainen hier wel vaker. Volgens mij was je ook in kamp, of niet? Ja, klopt. Ja, dat dacht ik al. Ik heb je daar ook geïnterviewd. YouTube-nummer moet ik zoeken. We gaan weer eten Zo, en hoe was het? Leuk. Hoeveel kilometer hebben jullie nou gestept? Vijf. Vijf kilometer? Ja. Ben je een beetje buiten adem? Oh. Valt wel mee? Ja. Oké, okay. Kun je het wel een beetje bijhouden? Ja. En wie is weer de kampioen? Ja. Ja.